Meneer Edouard de Meuse, ik heb u gevraagd naar hier te komen in het kader van het onderzoek naar de directeur van de Belgian Public Works Company. Wat waren uw banden met de algemene directie? Heeft u direct of indirect deelgenomen aan deze poging tot verduistering van overheidsgelden? Monsieur, ik ben verontwaardigd over uw beschuldigingen. We zitten in een kantoor dat ooit mijn familie toebehoorde. Als u het frauduleus failliet van Langrand du Monceau ook maar een beetje hebt gevolgd, weet u dat ik mij niet waag aan zulke zaakjes. Ik ben het slachtoffer. U kijkt naar een man die alles verloren heeft. Als ik, als meertalige, de laatste jaren als een ordinaire tussenpersoon werkte, was dat alleen om mijn schulden te vereffenen. Ik was niet op de hoogte van hun geheime zaakjes. Als ik naar de omzet van uw Molenbeekse magazijnen kijk, zou ik zeggen dat uw import-exportactiviteiten floreren. Volgens mijn bronnen bent u een van de grootste verdelers van Engels bier in Brussel. En het schijnt dat verschillende voormalige directieleden van de Belgian Public Works Company in uw raad van bestuur zitten. En is Jeanne, uw verloofde, niet de privé-klerenmaakster van die Engelse misdadigers? Uw aantijgingen houden geen steek. Moet ik mij verontschuldigen, monsieur, voor mijn omgang met de grootte der aarde? Ik zal u zeggen wat ik denk, monsieur. Ik denk dat de Brusselse brouwers er zo van overtuigd waren dat zij onvervangbaar waren, dat zij hun kans niet hebben gegrepen. Ik voelde de wind van de richting veranderen en ben op de trein van de moderniteit gesprongen. En u? Wat heeft u gedaan? Het is de schuld van de baas, we sterven voor geen rotte frak. Het is de schuld van de baas, revolutie. Het is de schuld van de baas, we sterven voor geen rotte frank. Het is de schuld van de baas, revolutie. Bob, u bent uw brouwerij al kwijt. Wilt u nu ook uw baan verliezen? Zwijg dan en sluit u liever aan bij de gelederen. De eerste grote Belgische staking zal pas in 1880 plaatsvinden. Nog 8 jaar te gaan, mijn beste. Beste reizigers, indien u door de Brusselse politie wordt aangehouden, gelieve uw identiteit nog de reden van uw aanwezigheid prijs te geven. De automatische piloot van de capsule is uitgevallen. Wij hebben uw hulp nodig bij het starten van de handmatige activeringsprocedure. Duid een groepsleider aan. Begeef u naar het touchscreen. Kies uw taal en volg de instructies. Veel succes!